Frank Deen reageert op de complottheorie die suggereert dat zijn afwezigheid bij het Gouden Televisiering Gala in scène is gezet om zijn deelname aan de Masked Singer te verbergen. Hij ontkent de aantijgingen krachtig en beweert dat hij zijn uitnodiging simpelweg was vergeten te activeren. Zijn afwezigheid heeft de aandacht getrokken, vooral omdat al zijn collega's aanwezig waren bij het gala. Monica Geuze, een van de genomineerden, kon ook niet aanwezig zijn vanwege opnames voor de Masked Singer. Dit heeft geleid tot speculaties, aangezien het evenement vol zat met bekende Nederlanders, BN'ers. Sommigen suggereren dat Frank Deen misschien wel deelneemt aan de BN'er Mysterie Show. Sommige fans en spionnen van Deuce Chanel vinden de situatie verdacht. Ze wijzen op Franks opvallende uiterlijk, zoals zijn wilde haren, als een aanwijzing dat hij mogelijk betrokken is bij de Masked Singer. Echter, Frank Deen zelf houdt de lippen stijf op elkaar en wil niets bevestigen of ontkennen, ondanks vragen hierover van RTL Boulevard. In een interview met RTL Boulevard zei Frank Deen: "Ik heb het ook gelezen, ja, en ik kan er niks over zeggen. Hahaha. Ik kan het niet bevestigen en ook niet ontkennen, Aram." Hij voegde eraan toe: "Nee, helemaal niet. Ik vind het gewoon leuk om een beetje vervelend te zijn. Er zat geen plan achter, geen samenzwering."